Nou vraag ik me inderdaad af, ken er mutjes in de schuur komen? Want die ging echt wel onder die boog zitten van dat dak. Ja. Ja, toen was onze Mario er ook weer. Ja, echt wel. Ja. Nou ja. Dan moet je Rijka nou zien, hè. Gek beest. Die is zo gek. Die vraagt zoveel aandacht. En die legt er zo lekker bij. Hè? Daar ligt onze Elby. En die legt er zo lekker bij. Daar ligt onze Elby. Ja. Heerlijk. Toch? Ja, en Mario die zou al weg. Nee. Ik zeg, ga je nou al weg? Ik zeg, wil je dat dan niet al zien? Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag, de 31ste van de 7e 2023. En we leven alweer om 13:39. Ik ben al heel netjes aangekleed. Mijn nieuwe rok heb ik eindelijk aan. Ja, kijk maar, met het rode. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Enkel, ik moet me nog opmaken, maar dat komt ook wel goed. Dat komt zo wel. Ik heb een pakketje binnengekregen. Ik weet wat het is. Het hoort bij de lingerie. Moet ik hem wel open kunnen krijgen. Ja, het is om mijn figuur te verbeteren, laat maar zeggen. Maar er moet wel dat zakje ook weer open. Nee, wacht! Nee, wacht. Ja, ook Willy is in huis. Dag Willy. Hoi. Kijk, doe je gewoon zo. Oh. Ja, dit is een strapeen, zeg ik altijd. Dus ja, dat is deze. En ik heb er ook nou één aan. Kijk. Wauwie! Ja. Om je buik te corrigeren, want ik heb namelijk een rotbuik. Ik ben wel afgevallen, maar ja, die buik die blijft, hè? Ja, blijft voor mij ook. Dus, die gaan we morgen passen, want ik heb er nou eentje aan. En ik denk, ja... Showen! Ja, mijn hoela! Ik ga niet showen, hoor. Dit niet. Nee! Kennen ze vergeten daar aan de andere kant van het scherm. Dat is toch sexy. Toch sexy, ja. En dus, nee, en ik moet de hondjes nog even uitlaten. Maar ik weet niet wat ik heb. Ik ben niet ziek, niks. En toch was ik vanochtend vroeg dat ik wakker werd draaierig en misselijk. Ik denk, toeliedokies, we gaan even naar beneden. Ik doe de meisjes wel even de tuin in en ik moet zelf naar de wc. En ja, toen heb ik ben ik weer in slaap gevallen. Kan ik ook niks aan doen. Nee, dat heb ik dan nodig gehad, vind ik. Ja, dus, maar ja, wat wil je als je een vrijdag een drukke dag hebt gehad? Zaterdag en zondag had ik het wel rustig, maar ja, toch wel weer te laat naar je bed omdat je andere dingen aan het doen bent, wat ook gedaan moet worden, et cetera. Nou, en mijn rok heb ik nou dus aan, maar de naaimachine staat er nog, dat weten jullie. Ik moest nog meer naaiwerk doen, maar Mary heeft me wel gebeld, maar ik heb nog niks gehoord over naaiwerk. Want ze vroeg of ik weer zakken wou naaien. Ja, prima, maar dan moet je het spul wel even brengen. Want ik wil wel naar de toe, maar dan naar de eigen en niet waar ze nu op dit moment zit. Nee, liever niet, dan wel. Ja, of het moet heel ernstig wezen, dan is het anders. Maar in ieder geval, en dat weet ze. Zo. Kijk, Willy die gaat aan het werk. Een dotje haar. Was dat jouw haar? Hè? Moet dat nou op de bank, hè? Met dat haar van jou? Hè? Moet dat? Ja. Moet dat, hè? Ja.
Dikke boef. Ja, hè? Dikke boef, ja. Wat doet Willy? Stoffen. Stoffen, zegt ze. Stoffen. Nou, in ieder geval, Willy gaat lekker bezig. Ik ga ook bezig. Want dat moet ook gedaan worden. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet lekker met ons mee. Zo, lieve vrienden. Nou ja, Willy is al geruime tijd weg. Ja, want het loopt alweer tegen alle zes. Ja, ik ben met een vlog bezig. Ik wou er eigenlijk twee maken, maar daar kom ik denk ik niet aan toe. Hé, meisje. Ja, dus... Het zijn we lief, hè? Jo! Lekker ding, oh goedje, hè? Ja, maar in ieder geval, mijn huisje is weer schoon en daar ben ik weer blij mee. En je ballen is nog steeds de keuken, maar ja, dat is mijn afdeling en komt ook nog goed. Ik zei al tegen Willy, ik weet niet wat ik heb, ik zit gewoon het fut er niet voor, ik ben met andere dingen bezig. Zoals, ik wil meer vlogs zien te maken, want, en het lukt me niet, en het lukt me niet, nee. Hoe het komt, weet ik niet. Het weer zit ook niet mee. Ik zit er wel zomerluchtig erbij, want het is helemaal niet koud. 90 graden, zegt hij daar. Die heeft het al over morgen. Nou, hallo, ik heb niks met morgen. Ik weet het niet hoor. Kijk wat mijn telefoon zegt. Ook 19. Regen. Nou, het regent momenteel niet. Het is droog. Maar we gaan ook naar buienalarm even kijken. Nou ja, ook droog. Geen piekje te zien op deze. Gaan we even naar die andere toe. Even laden. Ja, kijk daar zie je kleine heuveltjes. Dus er moet er straks wel eentje komen. Ja, dan hebben we weer even een tijdje droog en in die tussentijd moeten we met die meiden er even, denk ik, uitzien te gaan. Ja, want anders worden we weer zeikie nat. Maar ja, komt ook allemaal wel goed. Ik ben nou met de vlog bezig van 16 juli. Die ben ik bezig om een fatsoenlijke naam te geven. Dus ik ben aan het kijken wat ik zeg, wat ik doe. Weet je wel, nou sowieso ben ik met de was bezig geweest. Dus dat is wel een topper. Ja, dat, ook dat moet geschieden. Hè? Enkel, ja, ik kan jullie niet steeds overal erbij meenemen. Omdat ik een trap op en af moet. En ja, en jullie staan beneden. Dus ja, en jullie hebben ook was goed. Dus jullie weten ook hoe dat allemaal moet. Dus ja, dat hoef ik toch niet te laten zien, denk ik dan. Ja, soms het is wel eens leuk. Ik gelijk met jullie babbelen. Ja, toch? Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen gewoon, ik ga nou gewoon lekker verder. Anders komt het weer niet af. Als ik hier zit te ouwe nelen met jullie, dan komt het daar niet af. Nee, dus ik moet wel wat te doen hebben. Ja, dus ik zou zeggen, geniet gewoon en doe ook jullie ding, wat jullie moeten doen. En waar jullie van houden, qua hobby's, weet ik veel. Ja, misschien nog wel tuinieren, weet ik niet. Nee. En ja, maak er desnoods ook filmpjes van. Je hoeft jezelf niet te filmen. Nee, datgene wat je doet. Gewoon wel je handen en datgene wat je doet. Als al je piano spelen, orgel spelen, gitaar spelen, weet ik veel. Laat daar de camera op staan als je dat niet wilt. Nee. Dus je kan alle kanten op, als je een vlogger wilt worden of een vlogster. Maakt helemaal niet uit. Ik kan ook je dieren gaan filmen. Ja, wat de dieren allemaal doen. Zet daar een camera op. Ja, muziekje erbij. Helemaal leuk. Snoepie. Nou, wakker worden dan. Wakker worden dan. Kom, Snoepie. Snoepie. Kom jullie niet omhoog. Rijka. Ja, daar moet je wel wat voor doen. Kom jij ook eens even omhoog, want de varken die staat ook nog bij de trog. Ga jij niet eens gaan zitten? Zitten? Zo, ja. Zo, dan, muziek.
Hé? Ja. Zo, daar is iets. Jullie zijn gek. Standbeelden. Ja, standbeelden. Mafiosis. Ik hoor hier helemaal een meeuw binnen. Ik zal een dak zetten of zo.
Nou vraag ik me inderdaad af, kan er mugjes in de schuur komen? Want die ging echt wel onder die boog zitten van dat dak. Ja. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet verder, want het begint ook te regelen. Ik haal Rijka weer. Oh, die komt vanzelf al. Mooi. Ik kan de deur ook weer dicht. Ja, dan gaan we wel eventjes het doen. Ach, en ik ben ingezoomd. Ook dat nog. Ja, en hopen dat dat ook leuk gaat worden, dat hij het gaat doen. Al die stekjes. Ja, ik moet allemaal een hort opschieten en doen. Ja. Wat moet jij? Oeh, wat heb je een grote neus. Kijk, daar hebben we het sprookje. Een grote neus, ja. Hé, wat heb je een grote neus. Zat een beetje te ver uit elkaar, hè? Daar naartoe, want dan kan jij ook weer opschuiven. Dan kan de plantenspuit er ook weer bij. En die staat hier namelijk. Die moet daar weer bij. Nee, ik doe niks. Blijf dat gekke spelletje niet doen. Dus ja, ik ben benieuwd of die het gaat doen, hè. Ja. En daar ook. En aan die kant ook nog. Ik moet zo meteen even water geven. Dat moeten we eerst even doen. Ja, kijk, die heeft nog druppeltjes leggen op zijn. Kijk, en daar komen alweer nieuwtjes aan. Zien jullie dat? Die had geen wortels hoor, dit stukje. Nee. Het andere, daar ook, die had wortels. Maar deze niet. Dus er komt toch weer nieuw aan. Ja, hier zie ik ook een puntje komen. Ja, dus die doet het ook wel, mag ik hopen. Oh jee, ik moet weer zitten. Ik doe mezelf zeer. Oeh, dat moet maar niet. Ja, toen zat mijn rem erop. Hup, weg. Even hier kijken naar puntjes. Hier zit ik nog niks. Daar komt ook weer een nieuw aan. Hier rondom. Zo te zien. We wachten dat nog af. Ja, we wachten het gewoon geweldig af. We houden het in de gaten. Ja. Ja. Ja, moeten we weer naar de andere kant, hè? Ja. Nee, ik doe niks, kind. Het is maar een flesje, hoor. Die moet gewoon weggehaald worden en die moet ik gewoon water kunnen geven. Ja, maar die is nog nat, zag ik. Dus dat doen we wel. Zo, en ik zit weer. Wat een idee. Nou, zo zeggen we, waar is die kleine meid nou? Waar ben je? Daar ben je. Daar is mijn meisje. Ja, ik zie jou. Een half koppie. Ja, ik zie jou wel. Hé? Ja,
Ze doet net alsof ze bang is van vliegen. Ook dat nog. En het is ook alweer droog. Ja, dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn weer thuis en het wordt al nu al door het weer aardig donker in huis. Maar het doet licht nog niet aan. Nee, vind ik nog niet nodig voor mezelf. En ja, al helemaal niet voor de meiden, want die liggen alweer te slapen. Maar het wordt nou toch wel flink wat kouder, hoor. Ondanks dat het nog maar 19 graden is. Maar ijskoude voeten, dus ik ga voor de nacht sowieso een legging aandoen. En pantycoutjes en sokken, want ik kan er niet tegen als ik sokken over mijn blote voeten doe. Vooral niet als ik ermee lopen moet. In bed vind ik het niet erg als ik koude voeten heb. Doe ik gewoon sokken aan. Maar gewoon als ik voor netjes weg ben of ik moet weg met de honden of wat dan ook, dan moet ik toch schoenen aan. En dat loopt bij mij niet lekker. Dan krijg ik juist blaren als ik gewoon sokken over mijn voeten heen doe. Dus ga wel pantykousjes overheen. Want een panty en een legging wordt me nog te veel. Dat is nog te warm. Maar we hebben dus een anderhalve week een herfstachtige dagen voor het verschiet. Dus ja, kleed je erop aan, zou ik zo zeggen. En die rok, ja, die is heel snel droog ook weer. Dus ja, lekker belangrijk als die nat wordt. En hij wordt toch zo droog. En ik heb eronder toch al een legging aan, weet je. En ik heb een jas aan. En ik zal mijn jas trouwens proberen waterdicht te krijgen. Even inspuiten. Maar dat moet ik ook even morgen zien te proberen te doen als het droog is, tussen de buien door, want ik moet dat niet in huis hebben, want dan krijg ik het daar weer, ja. Maar in ieder geval, maakt het allemaal niet uit, lieve vrienden. Sowieso komt er morgen ook weer een short online, ja, die ik buitengewoon genomen van, ja, waar ik was. Ja, gewoon, leuk, ja, beetje van de omgeving. Maar in ieder geval, komt het allemaal goed. Wat wou ik nou nog meer zeggen? Ja, ik ga even televisie kijken en eten. Ook is er al een vlog op YouTube. Een short is al op YouTube voor morgen. Morgen komt er een hele mooie lange online. En overmorgen komt weer een korte online. Dus ja, komt helemaal goed. Maar ik laat hem wel lekker staan. Want ik wil proberen zo meteen nog een vlog in elkaar te zetten. En ja, ik moet ook die keuken doen. Dus dat gaat wel eerst voor dat ik een vlog ga doen. Maar eerst even lekker gewoon een broodje, want daar heb ik zin in. Ik heb al, ik weet niet hoeveel warm eten achter me kiezen. En ik heb geen zin in warm eten. Ik heb al een patatje te denken. Ik denk, nee, geen patat. Ik neem gewoon een lekker broodje, een bakje koffie erbij, lekker warm. En dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van je avond. Want dat is het al. Het is, hoe laat leven we? 1939. Lijkt wel een jaartal, hè? 1939. Toen bestonden we nog niet. Nee. Maar toen was er ook al ellende op de wereld, hoor. Net zoals nu. Ja, ze waren er al lang al mee bezig. Ja hoor. En dat gaat gewoon maar door. Het gaat gewoon maar door. We leven ook om... Nee, ja, het is 1939 en het is de 31ste van de 7e, dus morgen tikken we augustus alweer aan. Ja, komt helemaal goed. Dat is de maand van mijn twee liefdalige dochters. Ja, dat is namelijk Karin, die is binnenkort jarig. En het einde van de maand is mijn liefdalige dochter Katja jarig. Ja. Dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan en geniet een beetje met ons mee. Ja, en toen was onze Mario er ook weer. Ja, ja. Oh, ja. Ja, echt wel. Ja. Nou ja. Dan moet je Rijka nou zien, hè. Gek beestje. Die is zo gek. Die vraagt zoveel aandacht. En die legt er zo lekker bij. Hè? Daar ligt onze Elwin. En die legt er zo lekker bij. Daar ligt onze Elwin. Ja, heerlijk. Toch? Ja, en Mario die zou al weg. Maar ja. Ik zeg, ga je nou al weg? Ik zeg, wil je dat dan niet al zien? Oh ja, dat wil ik wel al zien. Ik zeg, dan blijf je toch? En wat was dat nou? Ja, kopen zonder kijken.
Ja, vinden wij gewoon leuk, of dat niet dan? Dat is heel leuk. Ja, ja, zeker, gewoon heel leuk. Zeker. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik moet nog een vlog in elkaar zetten en ik heb nog een sapje staan. Dus we gaan er gewoon verder er tegenaan. Ja, dat moet. Van mezelf. Ja. Nou, tot ziens. Dat rust alvast. Nog meer? Nou, tot de volgende keer. Dan zijn we er weer. Dan zijn we er weer. Doei, doei, doei. Doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat geworden. Ja, maar ik heb wel weer twee vlogs in elkaar weten te zetten. De laatste is nu bezig om te uploaden op YouTube. 41%, dus die gaat lekker hard. Ik heb de tuindeur even openstaan, zodat de meisjes nog even lekker naar buiten kunnen. Het heeft net ook geregend, dus het ruikt heerlijk. En dan gaan we zo meteen naar bedje toe. Ja, want we zijn moe, hè? Ja, dus ik zeg lieve vrienden, welterusten, lekker slapen, mooie dromen, gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht.